Apps Holland Sport nabeschouwing. Ja, want de laatste nabeschouwing alweer van vandaag is met de trainer van Heten. En dat is Martin Dollekamp. En Heten speelde vanmiddag de wedstrijd tegen Oenersport. En goedemiddag, Martin. Hallo, hallo. Ik hoor Martin niet. Is hij er wel? Goedemiddag, Bert. Ja, dag Martin, daar is hij. Ja, hij is er wel. Goedemiddag. Jouw team speelde vanmiddag tegen het altijd lastige Oenersport. En einduitslag 2-2. Tevreden met de uitslag? Ja. Nee. Het scoort, hè? Vertel, ja. Ja. Nee, ik ben niet blij met de uitslag. We hadden wat meer verdiend. Neem niet weg dat wij die eerste helft twee domme fouten aanlopen. Waar we voor de tijd over gehad hebben. Ja, en dan moet de wedstrijd nog beginnen na een kwartier. En we hebben het wel goed opgepakt. We hebben wel proberen tempo te spelen. Ja, en zij hebben er alles aan gedaan om niet te voetballen. Precies. En wij maakten nog 2-1 voor de rust. En dan hoop je dat de tweede helft nog weer recht te zetten. Mm-hmm. En dat hebben we ook gedaan. We hebben wel gelijk gemaakt. Maar eigenlijk, als je de kansverhoudingen ziet, dan hadden we deze wedstrijd over de streep in moeten trekken. Ja, dus niet tevreden met de uitslag. Ja. Is het dan een lafspelletje wat Oenersport speelt? Of is het heel compact en zo weinig mogelijk weggeven en dan zelf optimaal rendement? Nou ja, zeker dat laatste. Zolang als ze nog in de wedstrijd zitten, dan gaan ze er alles aan doen om de wedstrijd te ontregelen. En dat hebben ze goed gedaan. Ja. En wij moeten de kans afmaken en dan is er niks aan de hand. Ja, precies. En waar had je de wedstrijd naar je toe moeten trekken? Was dat halverwege de tweede helft? Nou ja, sowieso. Ik vond dat wij de eerste helft ook al wel drie hele goede kansen kregen. Na de 2-1. Hè, we komen 2-0 achter. En Brian Meijering die maakt gewoon een hele mooie goal voor de 2-1. Mm-hmm. Ja, en daarna krijgen we gewoon best wel drie, vier mogelijkheden waarin we minimaal gelijk hadden moeten maken. Minimaal. Ja. En dan kun je dat de tweede helft kun je dat uitbouwen. En nu moesten we eerst de tweede helft nog die gelijkmaker maken. Ja, precies. Dus uiteindelijk maak je de gelijkmaker inderdaad. En is het dan nog voldoende tijd om vervolgens de zegen te pakken? Ja, ook de tweede helft. Een beetje vergelijkbaar met de eerste helft. Wij maken 2-2. Prima aanval. En dan krijg je nog weer kans op 3-2 en op 4-2 zelfs nog weer. Ja. Die moet je maken. En dat gebeurt niet. En dan is 2-2 een uitslag. Ja, precies. Nou ja, goed. Uiteindelijk is het zo. Je moet natuurlijk altijd er weer verder mee. Hè? Gezien jouw reactie zeg je, ja, we hadden eigenlijk over de streep moeten trekken. Zeker in een wedstrijd als vandaag. En in die zin is het jammer dat we dat niet gedaan hebben. Want ja, je wilt jezelf zo graag belonen natuurlijk. Nou, dat ook vooral. En het feit dat wij met z'n allen gewoon niet tevreden zijn, geeft ook aan dat er nog heel veel rek in de groep in zit. Ja. En dat bij elke wedstrijd wel weer groeiende zijn. En daar moet je dan maar vasthouden aan de goede dingen. Ja. En daar kun je ook wel weer mee verder. Aan de andere kant is het natuurlijk wel de veerkracht die je kunt belonen aan je team. Hè? Als je 2-0 achterkomt, hè, binnen 20 minuten sta je 0-2 achter. En toch haal je er een gelijkspel uit. Dan is het wel fijn dat je team in staat is om dat gewoon recht te trekken. Ja, dat is absoluut waar. Kijk, qua werklust dan zit het helemaal wel snel hier. Ja, goed, maar het is jammer dat je jezelf inderdaad niet beloont voor de arbeid die je levert. En maar goed, het geeft wel weer perspectief voor de volgende. Hè, volgende week zwaar dopen tegen Holten. Ja. Dus dan mogen we eraan. Ja, nou, we schrokken een klein beetje van de uitslag van de collega's van Raalte, zeg maar, tegen Holten. Want ik heb de trainer gesproken en die zegt ook van ja, op een gegeven moment ging elke bal erin. Hè, die is op doel schoten. En je kunt zo'n fase kun je meemaken, maar kom op jongens, kop omhoog. En op naar de volgende wedstrijd, want er is gewoon geen tijd om er heel lang over te gaan treuren. En dat is natuurlijk absoluut waar, ja. Nee, dat is absoluut waar. Kijk, en dan spelen wij gelijk, dus het is alweer beter dan vorige week. Want vorige week hadden we 0 punten en nu hebben we 1 punt en dan... Ja, dan doe je toch iets beter. Zo is dat. Nou, in ieder geval belangrijk dat je in ieder geval de achterstand van 0-2 hebt rechtgetrokken. En tot 2-2. Helaas geen 3 punten vandaag voor jouw ploeg. Maar wie weet wat dat in het vervolg gaat gebeuren. Want elke wedstrijd begint uiteindelijk weer met 0-0. Hè? Zo is het. Zo is het. Martin, dank je wel voor je bijdrage. Volgende week heel veel succes. En we hopen je gauw weer te spreken. Helemaal goed. Dankjewel, Bert. Tot ziens en een fijne zondag. Ja, tot ziens.